van hem, Hubert. Is dat Chrissy's papa? Is dat toch in het buitenland? Is dat heel wat anders? Namelijk dat hij in de gevangenis zat. Ja, Clem gaat over de bovenwereld en de onderwereld die elkaar ontmoeten. Het goede en het kwade. Een intens aardige, goed bedoelende belastingman, Hugo Warmond, die ik speel. Die ontmoet de vader van een van zijn dochters beste vriendinnetjes. En die vader die blijkt een hele beruchte crimineel te zijn. Hun jongste dochters zijn BFF's. En als de belastingdienstdirecteur erachter komt dat zijn dochter bevriend is met de dochter van een holleder-achtige man, dan heb je de pop aan dansen natuurlijk. Sorry, Marius. Vader bij Chrissy. Bloedvriendinnen? Met Chrissy? Wat zegt ze allemaal over haar vader? Ja, ik denk dat het hier in Amsterdam, waar we nu zijn, in Oud-Zuid, dat het regelmatig voorkomt. Daar wonen een hoop penose typas in hele mooie kasten van huizen. En die dochters en die zonen die gaan ook allemaal naar een middelbare school of een lagere school. Dus heel veel mensen zullen dit wel herkennen, denk ik. En het lijkt mij heel moeilijk. Ik denk dat ik toch wel voor de veiligheid van mijn dochter zou kiezen. Nou, ik hoop niet dat ik er ooit voor kom te staan voor zo'n keuze. Want je wil de beste vriendin van je dochter of zoon niet afnemen natuurlijk. Maar een leven lijkt me wel belangrijker. Ja. Ja. Ik zou precies hetzelfde doen als de rol van Barry doet. Ja, no way dat mijn dochter daar nog over de vloer komt natuurlijk. Die man, dat is een AAA-crimineel! Barry speelt een hele saaie man en daar moest ik echt heel hard om lachen eigenlijk steeds. Als wij scènes hadden dan met zijn bril en zijn aktetas. Ja, ik vond het zelf super grappig. Ja, deze saaie burgerlijke belastingman is de rol die, ik heb nog nooit zo'n rol die zo gespeeld die zo persoonlijk is als deze. Dit ben ik gewoon. Ik ben gewoon een intens saaie Phoenix vader. Het was ontzettend leuk om te spelen, want het is een hele spannende serie.